leidt de blik van de toeschouwer over de weilanden langs de Lingedijk naar het stadje Heukelum. In het stadje Asperen staan we even stil bij de middeleeuwse ommuring en de waterpoort. Deze nostalgische bouwwerken bepalen het karakteristieke beeld van het stadje. De eerste schriftelijke vermelding waarin over Asperen wordt bericht, dateert uit het jaar 893. In de vorige eeuw zijn in het landelijke gebied rondom Asperen een aantal forten gebouwd als onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Over forten gesproken. Tegenover het historische slot Loevestein ligt Fort Vuren. Een fort dat onderdeel uitmaakte van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Een verdedigingslinie die uitstrekte van Muiden tot de Biesbos. Samen met slot Loevestein bewaakte dit fort de rivier. De toren van het fort is alleen in de zomermaanden te bezoeken, aangezien in de winterperiode de toren gereserveerd is voor de vleermuizen, die hier hun winterslaap mogen doorbrengen. In de gemeente Geldermalsen brengen we een bezoek aan de heerlijkheid Marienwaard.